Ik werk in een Nederlandse gemeenschap en het is voor mij altijd zo opvallend die verschil van Nederlanders wat groot gemaakt wordt om voor zichzelf te denken en voor elkaar die ruimte geven om te denken. So, als ik zo denk en jij anders denkt, dan zeg ik voor jou, ik stem niet met jou samen nie. En ik redeneer dit met jou. Maar als ons klaar geredeneer het, dan zijn die beste vrienden en ons gaan drink samen drankje. Ik zie dit als een spiegel van mijn eigen cultuur, waar ons moet allemaal samenstem. Want als ons niet allemaal samenstem nie, dan is ons stram met elkaar en als ons verhouding in die gedrang. So ons het hierdie ding van, misschien is het omdat ons een klein groepje mensen is, en dat ons ook bang is, als ons niet allemaal samenstem nie, gaan ons uit elkaar uitspat en dan is ons oorleving in die gedrang. Maar ik denk, die wereld is ook bezig om te veranderen. En Afrikaanse kinders is ook nou meer bezig om groot gemaakt te worden met denk voor jouself, beredeneer een ding, evalueer dit, luister naar verschillende menings en voel wat, waarbij vind jij aanklank. En hoe een mens hierdie vaardighede ontwikkel, kan net door oefening komen. Die soetkinders, soos ons was so trots op ons Afrikaner kinders, wat so soet en so inskikkelijk is. Dit sê kinders nie wat nie vir hulle self dink nie.